Bierbrouwerij Wiegense Schone heeft onlangs de productie verdriedubbeld. De brouwerij zit sinds een week in een nieuw gebouw waar er 18.000 liter bier per jaar geproduceerd wordt. Eigenaar Paul Bier vertelt dat er in het oude gebouw op het laatst wat problemen waren. Het grootste probleem was elke keer dat wij zonder bier kwamen te zitten. En doordat we elke keer zonder bier kwamen te zitten, hebben we dus omzet misgelopen. En daarom hebben wij dus nu gekozen voor een eigen brouwerij. En daarmee hebben we ook een deur geopend voor een verdubbeling of een verdrievoudiging van de productie. Als we nou een volledig jaar zouden kunnen draaien, dan zouden wij op het afgelopen jaar op 10.000 liter zeker kunnen halen. En dat is dus helaas niet gelukt, omdat er een aantal keer een brouwsel niet goed gelukt is. Of dat die dat er qua productiesnelheid het niet aankonden. Daarnaast kunnen we ook grotere partijen aan gaan spreken nu, die we voorheen gewoon niet aandurfden. In het gebouw zijn verschillende spullen te vinden die hergebruikt worden. Zo is de trap bekleed met spijkerbroeken. Paul Bier legt uit waarom ze dit doen. Wij vinden het belangrijk in de wereld waarin we nu leven, waarin alles geconsumeerd wordt, de wegwerpcultuur, om daar tegenin te gaan en toch aan het milieu te denken en daarmee ook producten her te gebruiken en een nieuw leven te geven. Dus eigenlijk een soort van trash formation, zeg maar. Het eerste bier uit onze eigen brouwerij, dat hebben wij afgelopen week uitgeleverd. Dat is de blonde derde die je achter ziet staan. Ook in een longneck fles in plaats van de BNR fles die we eerst hadden. En we gaan nu de productie op orde, we kennen de apparatuur. En nu gaan we meters maken en kunnen we continuïteit garanderen.